Luc, ja, wat moet ik ervan zeggen vandaag? Ja, het was denk ik een van onze slechtste wedstrijden van het seizoen. Gewoon instelling lag het vandaag. Ik weet niet, merk je dat in het veld? Ja, vanaf het begin eigenlijk al. Gewoon net te laat bij duels. Allemaal pas lopen als de bal in de buurt is. En het stond eigenlijk allemaal gewoon stil. We dachten van, nou, doen we wel even. Dan kom je toch nog met 1-0 voor en dan denk je van, nou, gauw de tweede erin schoppen en is gelopen. Ja, dat was eigenlijk uit het niets. Ook onverdiend. Zij waren gewoon beter op dat moment. En dan kom je toch op 1-0. En ja, de tweede helft moet je dat zien uit te breiden. Maar dat lukt dan niet. En ja, dan zie je op zo'n dag, dan kan het ook gewoon... Die kan die 1-1 gewoon vallen. En het was ook gewoon verdiend. Patrick zei het net al. Puur qua instelling? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, als iedereen gewoon... goede instelling had vandaag, hadden we hier niet punten laten liggen. En dat lag gewoon denk ik aan onszelf. En dat is zonde. Zulke wedstrijden zitten er in een jaar altijd een pakje tussen? Ja, dat ook. En het is nog even afwachten wat Sliedrecht doet. Maar, staan we 2-1 achter? Nou ja, dan ondanks dat het geen leuke dag is, zou ik het misschien nog iets beter maken. Maar vandaag hebben we gewoon hebben het zelf laten liggen en hadden we een goede stap kunnen zetten. Uithuilen, gauw vergeten. En volgende week weer een nieuwe wedstrijd. Ja, het zijn nog een paar finales nog. Nog 7. En je moet nu gewoon weer per wedstrijd gaan bekijken. Dit mag niet meer gebeuren, dat is duidelijk. En we hebben het zelf in de hand. Geef het die jongens mee en ga lekker douchen, Luc. Yes, dankjewel.